willen neerzetten dat we in een circulaire economie kunnen leven. En daar dragen wij aan bij. Dat willen we uitstralen naar onze klanten en dan laten we hier zien dat we het kunnen. De wens van de klant voor het project Houtlab was dat wij een circulair pand gaan wegzetten wat toekomstbestendig is. Dus vooral kijken op het innovatieve en kijken hoe wij in de toekomst een mooi pand kunnen zetten met heel veel faciliteiten om zo energiezuinig om te gaan ermee. Wij zijn namens Hopman Brouwers hierbij betrokken als totaalinstallateur. Dus eigenlijk alle installaties die in het pand te vinden zijn, hebben wij aangebracht. Vanuit de Hopman Brouwers hebben we het voorstel gedaan om het beveiligingsgedeelte volledig draadloos te gaan uitvoeren. Dus dat zijn draadloze rookmelders, draadloze slow-ups, bewegingsmelders en draadloze toegangscontrole. Enkel met oog op een stukje duurzaamheid en het voorkomen van onnodig plastic materiaal. Nou, het specialisme van Hopman Brouwers heeft enorm geholpen. We zoeken altijd de balans tussen de techniek en de showroom-element en de kosten die we dragen voor dit project. Het feit dat wij de Outlook-agenda en de verlichting en de ventilatie, CO2-gestuurd, allemaal combineren om een zo energiezuinig gebouw te maken, in combinatie met de gezondheid van de gebruikers, ja, dat is een unique selling point voor het Houtlab. Dus dankzij de expertise van de Hopman Brouwers kunnen we de koppeling maken tussen deze verschillende facetten. De smart building manier van bouwen is gewoon heel belangrijk, omdat dat de manier van de toekomst is. We zijn met z'n allen heel erg bezig met het milieu, met het klimaat. En we willen toch echt gaan sturen op onder andere energieverbruik. Wij vanuit de elektrotechniek kant, omdat wij een verlichtingssysteem hebben wat voorbereid is voor de toekomst. Dat wil dus zeggen dat wij dat DALIS systeem hebben toegepast. Dus dat elke armatuur, elke melder, elke daglichtsensor een apart adresje heeft. En dat we elke armatuur apart kunnen aanspreken. En dat we daar ook heel veel koppeling met smart building in kunnen maken. Dus dat wij het energieverbruik echt drastisch omlaag kunnen brengen en in kaart kunnen brengen, dus ook data gestuurd kunnen gaan werken ermee. Hier op het dak hebben wij zonnepanelen weggelegd. We kunnen helaas niet meer, omdat we niet mogen terugleveren, maar dat is wel toekomstgeschikt. En onze verdeelkasten zijn natuurlijk ook modulair opgebouwd. Dus wij kunnen altijd de kast uitbreiden om later het dak helemaal vol te kunnen leggen met zonnepanelen. Dus van de fabriekzaal, maar ook van het kantoor. Ja, en dat past mooi binnen onze visie. Wij bouwen in legalisering en het uitbreiden van deze productiehal zijn we mooi op voorbereid. Ja, de samenwerking is hier wederom goed gegaan. We hebben al diverse projecten met elkaar gedaan. We weten wat we aan elkaar hebben. We werken met vaste teams en dat werkt enorm goed. We zijn altijd duidelijk geweest over het doel. Wat willen we bereiken met elkaar? En daar hebben we met z'n allen zijn we daar achteraan gegaan en hebben gezorgd dat we dat kunnen bereiken. Met dit soort innovatieve gebouwen dragen wij gezamenlijk bij aan een duurzame toekomst.